Nee, je moet je vingers altijd crossed houden, zeggen ze dan. Maar een relatief grote spelersgroep vandaag. Ja, gelukkig wel. En we hebben dat natuurlijk wel voor een groot gedeelte na de winterstop wel gehad. Maar ook wij zijn niet aan ontkomen aan bepaalde situaties waarin niet iedereen beschikbaar was. Maar gelukkig heeft dat niet lang geduurd bij de meeste jongens. En ja, we hebben redelijk goed kunnen werken. Ja, een voorbereiding op die tweede seizoen zelf waarin je geen oefenduels hebt gespeeld. Althans niet tegen andere ploegen. Wel onderling? Of hoe heb je het opgelost om uiteindelijk wel tot een bepaalde intensiteit te komen? Nou ja, we hebben natuurlijk veel daardoor meer getraind. En in de training komt natuurlijk ook voor dat je onderling 11 tegen 11 speelt. Dus die zijn in de trainingen wat vaker teruggekomen. Ja, dat geeft mij weer een mogelijkheid om het spel dan misschien wat vaker stil te leggen. De accenten aan te geven die we daarin meer en beter terug willen zien. Ja, in wedstrijden dan loopt het gewoon door. Maar goed, ik had liever wel een tegenstander gehad wat niet onze eigen spelers zijn geweest. Dus dat op zich wel jammer, maar het is zoals het is. Adrian Domau en Benaisa Benemar hebben Utrecht verlaten. Daartegenover staat de komst van Naoki Maeda. Wat voor indruk heeft hij op je gemaakt tot nu toe? Ja, een hele vrolijke indruk. Een hele open jongen zoals ik hem tot nu toe ken. Die graag de dialoog zoekt, veel vraagt en wil graag weten hoe hij dingen kan aanpakken, kan oppakken. En hij roept zich ook leuk in de groep. In de zin van gaat bij verschillende jongens aan tafel zitten. En ja, probeert op die manier ook gewoon goed contact te krijgen met de spelers in de groep. Dus dat is heel leuk om te zien. En ondanks dat het voor hem met Engels niet altijd makkelijk is. Ja, doet hij wel uiterst zijn best om zelf ook onderdeel te worden van de groep. En dat vind ik het allermooiste om te zien. Ja, zondag gelijk een basisplaats? Nou ja, hij zal zeker bij de selectie zitten. Want hij is uiteindelijk vrijgegeven om te kunnen spelen. Dus en of hij gaat spelen, ja, dat gaan we zien. Dat gaan we zien, zegt hij. Ja. En iemand die de voorkeur gaat krijgen onder de lat, dat is Fabian de Keizer. Laten we dat zo uitleggen. Waarom verdient hij de kans? Nou, Fabian verdient de kans omdat hij heeft laten zien met de potentie die hij heeft, dat hij een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dat is uiteindelijk de belangrijkste reden. Kijk, daarnaast is het ook zo dat voor de winterstop Maarten ook niet zijn beste periode had. Het was heel wisselend, zowel per wedstrijd, maar ook in wedstrijden. Ja, en daar hebben we het over gehad. En gezegd van, ja, Fabian, zijn ontwikkeling is goed. En ik heb natuurlijk hem ook meegemaakt in mijn periode ook al bij Jong. Dus daar heb ik natuurlijk ook al het nodige van hem gezien. En ik vind dat het afgelopen half jaar heeft hij ook gewoon een dusdanig goede ontwikkeling doorgemaakt. Met het andere gegeven wat ik net aangaf, dat we nu het moment vonden om hem de voorkeur te geven. Ja, ander iemand, Tommy Santiago. Hoe ver is hij in zijn revalidatie? Ja, zijn revalidatie is goed. Hij is ook weer volledig meegetraind, maar heeft ook even weer een oponthoud gehad, om het maar zo te zeggen. Waardoor hij nu de laatste dagen niet heeft mee kunnen trainen. Dat is jammer, want uiteindelijk was het wel weer de bedoeling dat hij zijn wedstrijdminuten weer ging pakken bij Jong Utrecht. En dat wordt nu even tot na de order uitgesteld. Ja, we gaan de focus leggen op de wedstrijd van zondag. Ajax thuis. Als je kijkt naar de wedstrijd in de arena, ja, waren jullie bijzonder effectief. Een stukje discipline in de ploeg waardoor jullie uiteindelijk aan het langste eind trokken. Wat moet er zondag op de mat worden gelegd? Nou ja, dat onderdeel, die onderdelen die je net noemt, die moeten er zeker weer zijn. Maar die moeten er altijd zijn. Maar zeker als je tegen een ploeg als Ajax speelt, heb je dat gewoon nodig over 95 minuten om in ieder geval een kans te maken op een resultaat. En ik vind wel in vergelijking met die wedstrijd dat we zelf, als we de bal hebben, wel beter voor de dag zouden moeten komen. Maar dat ligt eraan of wij onder de druk die Ajax ons geeft, of wij daar in onze vaardigheden, of wij daar onderuit kunnen spelen. En lukt dat niet, ja, dan zul je toch vanuit je goede organisatie, goed compact en ook agressief duelleren, zul je dan tot mogelijkheden en kansen moeten komen. Laatste 7 uitduels van Ajax, allemaal de nul gehouden. Wat dat er gaat, wordt het wel een uitdaging om te scoren. Nee, maar tegen Ajax een goed resultaat halen is sowieso een uitdaging. Dus daarin moeten we gewoon alles doen om dat voor elkaar te krijgen. En dat zij uit een goede reeks hebben is ook bekend. Maar uiteindelijk maakt dat de uitdaging alleen maar groter. Ja, 3 keer gebeurt het in de clubgeschiedenis van FC Utrecht dat Utrecht 2 maal in 1 seizoen won van Ajax. 2005, 2006. 2010, 2011 en 2011, 2012. Waarom komt de 4e keer erbij aankomende zondag? Nou, omdat wij de tweede seizoen zelf goed willen beginnen. En dat wij willen laten zien dat de fase die we hebben gehad voor de winterstop, dat we die achter ons willen laten. En dat we een goed tweede seizoen zelf willen draaien. En dat is dan een mooie uitdaging om de eerste wedstrijd tegen Ajax direct mee te beginnen.